We hebben hier in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam een beroemde collectie penissen en bijbehorende scrota. Een bijzonder stuk uit deze peniscollectie is dit geslachtsorgaan met scrotum van de links. Deze penis is in omstreeks 1990 hier bezorgd. En wat we zien aan deze rafelige wondrand is dat dit met geweld waarschijnlijk iets mechanisch van het lichaam gerukt is. En daarom kleeft er een bijzonder verhaal aan dit museumstuk. La tête de la course garde son avance et un de ces 5 coureurs va certainement gagner la course. Ils roulent déjà toute la journée avec une avance phénoménale. Ils vont tous à bloc. La finale est lancée. Les messieurs se remercient et maintenant c'est chacun pour soi. Oh là là, Van Beneden a une réponse imposante. Quelle force, quelle baroudeur. Il va seul maintenant. Les deux poursuivants se regardent pour un bref moment. Mais allez, on doit pas regarder. Il faut casser les pattes. Simon van Beneden est le premier en haut de la côte. Il va à fond, il regarde tout court en arrière et il le sait, c'est son jour. Mais où est Van Beneden? Oh là là! Maarten die kent mijn verleden als wielrenner. En... een tijdje uit het oog verloren en uiteindelijk ben ik hem weer tegengekomen. En toen vertelde hij dus dat hij van plan was met zijn 2 vrienden van hem, Job en Reinier, de Vogezen op te gaan. Een mooie ritten te rijden. Dus ik vroeg van, joh, wat heb je nou gedaan aan voorbereiding? En toen keek hij een beetje glazig aan. Ik had een fiets gekocht en mooie pakjes. Ziet er allemaal goed uit, maar ja. Daar ga je nog niet hard van rijden en zeker niet een berg op, denk ik. Dat denk ik niet alleen, dat is ook zo. Dus toen heb ik zelf aangeboden van joh, ik kan jullie wel begeleiden en dan kom je die berg wel uiteindelijk wel op. Maar je moet niet denken dat het een tweetje is, simpel bergje oprijden en klaar. Er komt wel meer bij kijken. Toen heb ik eigenlijk aangeboden om de soigneur te worden van deze jongens. Ook omdat ik het zelf leuk vind en interessant vind om te doen. En omdat ik wel een bepaald idee heb ook over hoe een soigneurschap eruit moet zien. Ik heb het trainingsschema zo opgesteld dat de laatste dag, dat wordt de koninginnenrit. Het is een stevige etappe, maar het is voor een gewone wielrenner is een trainingsdagje. Maar voor die jongens is het inderdaad een koninginnenrit. Het is moeilijk om in een week karakter op te bouwen. Dus ik heb ze de eerste etappe maar gewoon zelf laten rijden zonder enige begeleiding. Ik denk, nou, laat ze maar gewoon zien dat het pijn doet en eigenlijk niet leuk is. Zodra het niet leuk meer is, dan wordt het wielrennen. Als je geniet, dan ben je niet aan het wielrennen. Dan ben je een beetje aan het fietsen. Een beetje aan het trimmen. Nou, ze kwamen eigenlijk bijna huilend kwamen ze weer binnen. Totaal afgemat. En sindsdien luisteren ze wel naar wat ik te zeggen. Ik heb ook wel het een en ander te zeggen natuurlijk. Mijn eerste trainingskampen waren hier, maar mijn laatste koers die ik heb gereden, die was ook hier in de Vogezen. Dat is moeilijk, maar goed, het is nu alweer een tijd geleden. Ja, na een roerige tijd denk ik dat we er wel overheen zijn nu. Dat, nou. Toch wel weer leuk om terug te zijn. Waar ik heel erg van ben is per renner te bepalen wat de beste voeding is. En dan zoveel mogelijk gebruik maken van natuurlijke kruiden, natuurlijke suikers. En dan probeer ik ook nog zoveel mogelijk, nu zijn we in de Vogezen, om zoveel mogelijk met de streekproducten te werken. Waardoor je veel meer één wordt met het gebied waar je rijdt, met de berg. Er komt een andere focus. Het uiteindelijke doel, en dat klinkt misschien heel zweverig, is om zo één te worden met die berg. Dat je op een gegeven moment zelf de berg wordt. En dat je dus niet eens meer voelt dat je hem oprijdt. Dat is denk ik het ideaal. En ik denk dat je dat kan bereiken. Ik weet het wel zeker. Fietsen kan ik niet meer. En ja, het vak van soigneur, dat spreekt me gewoon heel erg aan. Je moet mensen hebben die meer het grote geheel zien en de samenhang. Voor alles is een specialist. Je hebt een masseur, je hebt een fysioloog, je hebt een psycholoog, ploegleider. En op zich is dat goed, want je hebt mensen met kennis nodig, maar het is prettiger als je één persoon hebt, zoals eigenlijk de traditionele soigneur was, die het allemaal kan. Ik denk dat het 70% psychisch is en 30% fysiek, het wielrennen. En er komt er ook nog een beetje wiskunde bij kijken. Je moet wel je race indelen. Als je het hebt over afzien, over pijn lijden, over wat is winst, wat is verlies. Ja, dan zou je eigenlijk eens een keertje zo'n monument moeten bezoeken. De Eerste Wereldoorlog is gewonnen door de Fransen onder andere. Dus het zijn de winnaars eigenlijk. Alleen ja, de winnaars liggen voor een groot gedeelte ook op het kerkhof, terwijl Duitsland, wat toen als de grote agressor werd gezien, daar zijn ook veel mensen gesneuveld, maar ook mensen van teruggekomen. En het gekke is dan dat, zeg maar, de verliezers nog leven en de winnaars die zijn overleden. En dan ga je dus wel een hele andere kijk krijgen op winnen en verliezen. En dat is wel iets, ja, dat zijn ook de jongens waarmee we nu hier de Vogezen doortoeren. Zou ik dat graag willen meegeven en ik had ze vandaag willen meenemen ook naar La Lange. Maar nou, ze hadden er geen trek in, ze gingen liever nu een biertje drinken in de kroeg en etappen kijken in de Tour. Ja, de laatste dag zijn er verschillende calls op. En, nou goed, die hebben we nu al doorgenomen en ook gezegd van nou zorg, wat je ook doet vanavond, weet je, zorg dat je er vrijdagochtend staat. Opstaan. We gaan eerst eten met z'n allen. Dan is het de boel klaarmaken. Fietsen controleren en dan rijden ze weg. En in principe hebben we dan afgesproken. Ik ga ze coachen vanuit de bus. Ja, dan zullen we het zien hoe ver ze komen. Het zou me niet verbazen als ze het wel redden. Maar ja, het zullen geen spectaculaire tijden worden. Daar zijn het de jongens niet voor. Het zijn hele lieve, vriendelijke jongens. Nou, dat is prettig om mee om te gaan, maar ja, wielrennen staat gewoon haaks op genieten. Op de voeding gelet, de kruidendranken in de bidons. Kijk, het is misschien niet allemaal lekker, maar je herstelt er sneller van. En dat is dan toch belangrijker. Ja goed, ik weet niet of zij er ook zo over denken. Maar ik heb het idee dat ze wel steeds meer luisteren, wat een goed ding is voor de jongens. Mijn laatste koers die ik heb gereden, die was hier in de Vogezen. Het was een jongere koers. Nou, ik ging goed. Ik was sowieso dat hele seizoen erg in vorm, heel veel gewonnen. En nu ook de laatste ballon, de Grand Ballon. 3 kilometer voor de kop demereer ik uit een kopgroep. Niemand kan antwoorden. Ik ga als eerste daar de berg over. Nou, dan is het in principe een korte afdaling. Je rijdt het dorp in. En je bent er, dus die koers die had ik eigenlijk al gewonnen. Alleen op het moment dat ik echt vaart had in de afdaling, schiet er een eekhoorn. Die schiet er voorbij. Wat op zich niet erg was, want die raakte ik niet. Maar ik kijk de eekhoorn nog na. Ik draai me over recht. En ik zie nog net een soort van katachtig beest wat ja, dwars in mijn voorwiel terechtkomt. Dus ja goed, ik heb die klap gemaakt. Ik werd wakker in het ziekenhuis en toen werd me dus verteld dat het geen kat was, maar een links. Het is toch behoorlijk vervelend, want die schijnen er niet heel veel mee voor te komen. Maar ja, toch net genoeg om voor je voorwiel te springen. Op het verkeerde moment. Dus toen was het over met de wielercarrière. Dat is een hard gelach als je 19 bent. En, ja, ik mag toch wel zeggen, een van de grootste talenten was die toen rondreed.